Oké. Goed. Ik ben dus Hendrik Smit. Hendrik lost op. Misschien heeft iedere mens wel een blinde vlek. Iemand die kleurenblind is, of iemand die helemaal blind is, die kan zich niet voorstellen hoe het is om gewoon zicht te hebben, met drie kleuren. Mensen met woordblindheid, die vinden meestal wel een methode om het voor de omgeving verborgen te houden. Het heeft niks met intelligentie te maken. Bij gebrek aan empathie of wel inlevingsvermogen kun je ook spreken van een blinde vlek. En daar ontstaan een hoop problemen op deze wereld door. In deze aflevering gaan we kijken naar twee tegengestelde vormen van empathie. En leren we hoe daarmee om te gaan, want dat kan. Maar nou eerst even een voorbeeld. Eind jaren 90 was er een website genaamd Bonsai Kitten, die geheel gewijd was aan eeuwenoude Japanse traditie van het insluiten van kleine huisdieren in glazen potten. Compleet met foto's, instructies en gastenboek, waarop natuurlijk vele woedende reacties terug te lezen waren. De FBI kreeg zelfs opdracht om het allemaal te onderzoeken. Het punt alleen was dat dit allemaal verzonnen was. En die woedende mensen die hadden niet meer nodig dan een verhaal met wat suggestieve foto's om erin te trappen. Nu is dit betrekkelijk onschuldig, maar enkele jaren daarvoor heeft de getuigenis van een huilende verpleegster er wel voor gezorgd dat de Eerste Golfoorlog kon beginnen. Niemand had door dat dit ook doorgestoken kaart was en dat deze huilende verpleegster in werkelijkheid de dochter van de ambassadeur van Kuwait was, die geïnstrueerd door een berucht PR-bureau zo de publieke opinie op één lijn voor oorlog wist te krijgen. En nou de vraag: was je erin getrapt? Kon jij je voorstellen dat dit verzonnen was? Dat is ook een vorm van empathie, hè? Eerst even naar de meest bekende vorm. Nou, over de psychopaat is al een hoop gezegd. En die mist een vorm van empathie. Maar het zijn juist hele goede onderhandelaars, omdat ze zich goed kunnen inleven in de zakelijke, de rationele overwegingen van hun gesprekspartners. En dat is nou net het zwakke punt van hun tegenpol. Psychopaten hebben wel een blinde vlek op de emoties van een ander. En desalniettemin hebben ze in de loop der tijd geleerd hoe die te lezen, waardoor ze dus heel gevoelig over kunnen komen. En dat is dus schijn. Als stereotype tegenpool van de psychopaten zijn er mensen die een blinde vlek hebben voor rationele overwegingen. Bij hen wordt de hoe-vraag stevast overgeslagen. Het zijn slechte onderhandelaars en een debat met hen gaat ontzettend moeilijk, want ze kunnen zich heel slecht inleven in rationele, zakelijke overwegingen van een ander. Deze mensen worden beheerst door hun gevoel. Dit is alles voor ze. Het zijn bij uitstek daarom idealisten, maar ze bereiken hun doel niet, want ze zijn procesgericht. We gaan ze verder bekijken. Dit zijn dus hele gevoelige vogeltjes. Erg begaan met het lot van anderen, vooral zwakkeren. En toon ze iets op de juiste manier, goed gedoseerd, van ellende of onrecht en ze trekken direct de beurs of spannen zich in voor beter beleid. Alleen wat ze gezien hebben, dat hoeft nog helemaal niet waar te zijn. Ik gaf net al een voorbeeld. Hun gevoelige natuur toont zich verder in vluchtgedrag, in allerlei vormen van positivisme. Maar ja, eigenlijk zijn ze gewoon bang voor de confrontatie met hun angsten. Want toon ze iets werkelijk zoals het is, echte ellende, en ze vluchten gewoon weg. Dus per saldo blijft daardoor een hoop ellende bestaan. Als je dingen maar op een bepaalde manier doet,
komt alles goed. Dat lijkt de overtuiging. Ga maar eens een keer naar een vergadering van deze mensen en je merkt, iedereen mag wat zeggen. Er wordt niets bereikt. Maar de sfeer, prima. Nou, deze procesgerichte houding van deze mensen, dat is uitstekend als je een feestje wil organiseren, maar als je iets wil bereiken, niks. Dan heb je doelgerichtheid nodig. En dat missen ze bij uitstek. In het roemruchte boek Atlas Shrugged van Ayn Rand worden deze mensen mystics of the muscle genoemd. Mystics, omdat ze de hoe-vraag gewoon niet stellen en ervan uitgaan dat dingen op magische wijze tot stand komen. Of the muscle, omdat ze gebruik maken van dwangmiddelen zoals verboden en verplichtingen en boycotten. Gewoonweg omdat ze geen draagvlak krijgen voor die dwaze ideeën van ze, die geboren zijn vanuit een gebrek aan empathie. Daarom gaan ze over tot bottermiddelen. Nee, ik kan me niet voorstellen dat iemand zoiets doet. Dit is de reactie die je krijgt wanneer je zo iemand beschrijft wat sommige psychopaten daadwerkelijk doen. Hij gaat gewoonweg hun voorstellingsvermogen te boven. Dit is hun gebrek aan empathie. En per saldo blijven veel andere mensen dus met de gebakken peren zitten, omdat die wel geconfronteerd worden met de gevolgen van deze psychopaten. Psychopaten daarentegen weten donders goed hoe ze met deze mensen moeten omgaan. Die hebben ze wel leren kennen. Ze weten hoe bij deze mensen de angsten op te roepen zijn of juist te mobiliseren om zo deze mensen voor hun karretjes te spannen. Neem bijvoorbeeld veel van de grote goede doelen die als wolven in schaapskleren voor vele miljoenen binnenharken zonder enig probleem op te lossen of juist erger te maken. Nou, deze mensen, ze willen er gewoon niet van horen en laten zich het goede gevoel ook niet afpakken. Geld en middelen zijn voor hen abstract. Al hebben ze wel geleerd dat het ergens toe dient. Maar ze zullen er niet harder voor gaan lopen. En juist omdat het zo weinig te betekenen heeft voor ze, in tegenstelling tot hun nobele motieven, kunnen ze het ook met gemak herverdelen. Belastingen en subsidie. En daarmee parasiteren hun plannen op de productieve elementen van onze samenleving. Deze mensen definiëren zichzelf door hun strijd tegen het onrecht. In deze afhankelijkheidsrelatie voelen ze zich kiplekker. Waar zij voor staan, dat is vooral buiten zichzelf geplaatst. In tegenstelling tot de psychopaat die vooral voor zichzelf staat. Per saldo staan zij nergens voor. Wat zich uit in het feit dat ze nooit ergens op af te rekenen zijn. En het feit dat veelal hun doelen negatief geformuleerd zijn. Ze kunnen je heel goed zeggen waar ze tegen zijn en wat slecht is. Nou, dit is een korte introductie in rationele empathie als tweede vorm naast emotionele empathie, waar psychopaten een blinde vlek in hebben. Voor hun tegenpol, daar heb ik nog geen naam voor. Dus als je een idee hebt, dan wil ik je graag uitnodigen om dat met me te delen in het commentaargedeelte onder de clip. Ook als je ander commentaar hebt, want dit is nog ruw materiaal. Ik heb het maar zelf verzonnen na het lezen van Atlas Shrugged. De bedoeling is uiteindelijk om meer pret op de planeet te krijgen en dat we ons beter kunnen inleven in wat er bij een ander omgaat. Ik heb ertussen gezeten, tussen deze mensen, en ik heb gezien hoe ze steeds weer overmand worden door gevoelens. Daar zijn ze niet uniek in. Er zijn veel meer mensen die door beelden en berichten in de media direct dingen gaan doen, terwijl ze nog niet weten hoe het precies in elkaar zit. Nou, over mediamanipulatie. Daar wil ik het de volgende keer eens over hebben. Voor nu, bedankt voor het kijken.